Okay, je gaat ook gevecht. Eentje inhakken gewoon. Oh, 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 oh. Ik was nog niet eens, joh. Maar nee, eentje bent dood. Kom op, ga door, ja, ga door. Zeker kunnen, hey, die sneeuwpop. Oh, oh. Ik span ook gewoon die ja, sneeuwpop in. Dat is zo chill. Zouden ze gewoon lekker in het hoekje, ze kan ze gewoon easy hits geven. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel de Blitz of Power Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map. Jasper, hoe heet deze? Pixelville. Oh, Pixelville. En ik moest Jasper er wel voor vragen, want ik wist het niet meer. Jasper doet vandaag mee, hallo, ik werd bedreigd door hem op Twitter. Oh. Van, yo Kill, jij doet mee, want anders bos dingen met bloed. Ik ontvoer jou, oké? Okay? Nee, maar 10.000 likes is doen, jongens. Ja, dat ook. Oké, okay, 1000 likes is Gold Invite, dat ook? Ja. Oké, okay, doen we dat. Hier is een skin van mij, kill hem. Ja? Oh, ja, wacht. Deze keer, mijn hertog skin. Oké, we laten hem ook. Ik heb een soortje van. Mensen, zoals jullie wellicht ook aan de titel zien, ik heb Snowman X gekocht. Kappa. Ja. Nee, Jasper heeft natuurlijk Snowman X. Ik heb een tijdje geleden in de video erover gehad van, zal ik Snowman X gaan unlocken, misschien kopen? Ik zou de chest niet looten als jou was. Kom mensen achter je aan. Oh, maar ik heb het toch gedaan. Okay. Wat nou maar, bye. Okay. Kom dan, we gaan gewoon met hem vechten. Ja, heb je een wapen? Natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht dat die andere mop had gepakt, maar als jij... Nee. Ik ben snel. Oké, dat is één. Wat ik dus wil zeggen, al de hele tijd, wat gewoon moeilijk is om te praten als je ondertussen ook moet spelen. Jasper heeft natuurlijk Snowman X. Wat we deze game gaan doen, is wij gaan denk ik een beetje kit traden. En dan ga ik een beetje spelen met Snowman X. Ik heb gekozen voor Knight 9, just to be sure. En dan gaan we eens een beetje kijken hoe en wat allemaal, of ik het een beetje een boeiende kit vind. Alsjeblieft, krijg jij dat van mij? Enjoy. Dankjewel, jij ook enjoy. Moet je deze ook nog hebben, die snowballs? Oh ja hoor, die horen er ook. Oh, de gouden carrot, want die hoort bij jou. Oké, daar gaan we dan, I guess. Wacht even, dit is 6 attack damage. Oké, dat staat gelijk aan een iron sword. Jawel, dat staat gelijk aan een iron sword. Nee, maar ik bedoel, mag ik dan iets van een wat snowballs of die rot van je? Dan kan ik in ieder geval nog iets komen. Hey, wacht even, in je rug ook. Oh, die is op 2, hij is op 2. Deze. Oh. Ja, maar er zitten hier ook mensen hier. Wow, ik kom eraan. Oh, dat is Dutch Fighter. Oké. Eentje is bijna dood. Eentje is bijna dood. Eentje op drie. Die achtste is op 3. Oké, die is dood. Oké, prima. Pas op. Kill. Lekker, jongen. Oké, prima. Oh my fucking. Ik had wel één snowman ingespannen, dat moet ik wel toegeven. Ja, maar maakt niet uit. Die had ik ook gewoon nodig. Ja, op zich wel. Oké, wacht. Je hebt de vishengel inmiddels, hè? Ja. Oh ja, wacht. Deze krijg ik ook nog met mijn kind. Dat is scheet te geven. Ja, krijg ik niet eens de wortels, joh. Nee, grapje. Oké, dit is. Verder van. Ja, protection doe ik dan toch aan. Nee, deze is. Protection 1 of protection 2? 1. Nee, dan moet ik deze aanhouden. Dan zou ik sowieso iron aanhouden. Ja. Oké, let's go. Dan gaan we door. Ik speel niet vaak met deze kit. Kijk al die direct signs hier dan. Ja, dat is allemaal Harambe. Harambe is bos vandaag, jongens. Tuurlijk. Holy shit. Nog steeds zeggen trouwens mensen, Duvi, ga je naam veranderen in Harambe of wat dan ook. Maar ik ga mijn naam niet veranderen. En ten eerste, die is ook geclaimd. Dus. Wat, Harambe? Ja, hij is geclaimd. Oh, dat geloof ik heel graag. Met een hele mooie Iron Man skin. Ja, maar dat geloof ik heel graag, maar ik ga sowieso never dit account de naam van veranderen. En ik weet wel dat ik altijd mijn naam terug kan pakken, Duvi13 nog, maar... Want ik ben altijd, natuurlijk, daar ben je altijd zelf op tijd voor, die exacte tijd al, als je het hebt, maar... Je hebt volgens mij altijd nog drie dagen ja, of dat zo, ook, ja. Dat iemand hem niet kan claimen. Alleen, ik denk van, ja, weet je, ik heb dit account niet voor niks gekocht met deze naam, dan hou ik hem ook gewoon. Oh, gaat hij dan? Wat heeft hij nou gedronken? Hij nam Invisible in en Resistance. Oh, Resistance. Nee, dat is slim om mee te nemen. Nou, dat kost hem heel veel tijd. Ja, daarom. Leven nog best wel wat teams eigenlijk. Holy shit. Als ik het niet erg vind, dan ga ik even eerst een soort enchanten. Dat vind ik heel erg. Dat jij dit zegt? Oh, nee. Shit, man. Gaat fout. Trouwens, mensen. Duimpie, als jij vindt dat een duimpje waardig is. Oh, trouwens, mensen. Laat ook achter natuurlijk hoe jij vindt dat ik met Snowman Kids speel. Waarschijnlijk heb je zoiets van... Duffy, je speelt er fucking slecht mee. Je moet er anders mee spelen. Nou, dit is de tweede keer als met deze kit, oké? Okay? Wees ook een beetje aardig voor mij. We hebben hier twee gestekte mensen, man. Okay, je gaat ook gevecht. Eentje inhakken gewoon. Oh, 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 oh. Ik was nog niet eens, joh. Maar nee, eentje bent dood. Kom op, ga door, ja, ga door. Moet zeker kunnen, hey, ja. Die sneeuwpop. Ik span ook gewoon die sneeuwpop in. Dat is zo chill. Zouden ze gewoon lekker in het hoekje, ze kan ze gewoon easy hits geven. Oh, en god. En het voordeel aan Snowman, ze TP je volgens mij echt altijd mee. Hier heb je trouwens een gap ook. Ik heb een dinges nodig, man. Ik heb even zo'n crafting table nodig. In dat huisje. Maar daar, deze bij die cacao beans. Nee, links. Welke? Daar, bij die cacao beans aan de zijkant. Ja, ja. Ja, ik kill deze. Oh, hero. Want ik kan namelijk een... Wat kan je maken? Ik kan een Iron Sword maken. Nice. Laat me je kijken. Oh, damn it.
Nope. Maar hoewel een Iron Sword, dus ik heb geen level, dus eigenlijk hoef ik hem niet te maken, want... Ik heb nog 2 levels, dus het kan wel. Ja, nee, ik hou gewoon lekker de Diamond Axe van. Fuck it. Ik ben gewoon savage. Nee, maar ik zou hem wel kunnen gebruiken eigenlijk. Maar, oh, nou hier. Maar het is een 1 tegen 2. Hier liggen de spelers hier. Nou, maakt niet uit, hebben we gewoon... Ja, joh. Ik heb gewoon 6 kills inmiddels. Ik heb 3. Je moet zeggen, deze kid is best chill. Yep, maar je hebt er nog 2 over, right? Ja. Ik, en eentje leeft en nog. En hier spant er nog één. Ja, oké, daar heb je 3. Ja, daar hebben we zeker gewonnen. Nee, maar het ook... Maar deze kit is het enige probleem wat we ook al voordat we de opname begonnen zijn over hadden, weet je. Dat deze kit die kost gewoon 2,1 miljoen totaal. Uiteindelijk wil je hem level 10 hebben. 1,8, sorry. Nee, 1,8 is toch als jij hem helemaal upgrade en dan ook een keer de unlock erbij. Ja, maar wat is 2,1 dan? Nou, als jij toch 1,8 nodig hebt om naar 10... Met van unlock tot 10 is die 1,8 miljoen. Oh, oké. Okay. Nou, pak hem maar. Zullen we eerst een beetje pesten? Een beetje zielig. Ik moet nog een tandkill maken. Ja, oké, kill hem maar dan. Even prikken, heb je nodig. Ja. Kijk, hij zit hier gewoon vast nu. Ik kan gewoon niks tegen doen. Je hoeft gewoon niks te doen. Gewoon alleen op linker muisknop. Hier, hoppa, GG. Oh my god. Mensen, easy game wat dat betreft. 7 kills, tandkill en win. Ik krijg 1483 coins en mensen, tot de volgende game. Mensen, daar zijn we weer in de map Winter. Kijk natuurlijk of we er hier ook een win van kunnen maken. Dit keer ga ik gewoon lekker spelen met mijn eigen Meatmaster kit. Want Jasper heeft een ego en die wil per se met de Horse Demon kit spelen. Oh ja. Tuurlijk. Zo slecht dit. Oké, let's do this. Jij ging meet, ja. Ja, ik ga voor de meet, man. Dus we moeten eventjes hopen voor body en leggings en dan ben ik echt gewoon Gucci. Gucci fam, Gucci. Precies. Oh, gauw appeltje. Oh, ik mis nice. Het. Ik heb een chestplate voor ik, je. Ik verpest, ik verpest het door niet de leggings te pakken. Maar ik heb wel een zwaard. Wacht, als ik ze nu zo droppen, nee, dan pak ik ze nog niet, net nee, niet op. Maar heb jij Horse 7? Ja. Ik dacht dat je Horse 10 had. Oh ja. Nee, ik heb alleen Snowman 10 nu nog. Er komt hier met een wapen achter ons aan. Oh, oké. Okay. Ik ga even... Nee, pak hem maar. Dit was super low. Ja, weet ik. Maar ik... Huh? Ja, maar... Dit is een hub barba truc. Is magic. Ja, ik... Nu zie je er... Ik... I'm confused. Nou, was... ik heb chestplate voor, hè. Of heb je al? Nee. Hier. Dank je. What the fuck? Oké. Okay. Lekker hectisch hier. We doen het zo ontiegelijk goed. Ja, even kijken. Leggings, nice. Nice. Hier is een hele goede. Ja, ik wacht dan gewoon rustig 10 seconden totdat ik mijn shit heb. Mhm, maar als je chestplate hebt dan... Yo, we zijn ready. Oké, 1, 2, 3, die is dood. Wacht, ik heb betere leggings voor je. Hier zit protection op. Oké. Ja, het is toch net beter. Even kijken, het moment van de waarheid met Horse. Is je Horse snel? Nee, nou, hij is redelijk. Oh, daar zit echt verschil in, ja? Ja, je kan echt heel snel hebben, maar je kan ook gewoon echt sprintjumpen bijna nog sneller. Ik weet nog wel, dus ik dat ding inspande op verschillende maps, dat ik altijd die ezel kreeg. Ja, maar dat hebben ze nu eruit gehaald, geloof ik. Vind ik jammer. Vind je dat ze juist erin moeten laten? Ik kan als je niet erg vindt. Ja hoor, ik moet zeggen, je ging wel heel snel. Ja, speedhex, tuurlijk. Ja, speedhex, confirm nog video. Recorded and reported, dat was het. Recorded. Ah, duimpje. Precies. Zo, spring alsnog even hoger, jongen, je fly hacks. Even kijken, zou die hierop kunnen? Nee, net niet. Nou, hier. Je kan wel op die en dan op die boom, denk ik. Adios. Oké, wacht. Zou het kunnen. Want fans is ook nog weer net iets hoger dan normaal blokkie. Hier, hoppa. Hoppa. Spring op deze boom. Kijk, ik weet dat het kan. Ik zal het proberen. Nee. En nu gewoon een hele game hier campen. Nee, er is daar iemand. Ja, denk ik ook. Kom maar aan. Okay, hij is best wel wat keer. Is dat een creeper? Nee, dat is niet creeper 10. What the fuck ben jij in godsnaam aan het doen op je fucking paard? Ik heb geen idee. Deze kerel weet niet dat we in zijn rug zitten. De clean. Oké, okay, pak wat stuff. Doe mij deze body. Goed. Oh nee, wacht, ik heb al een body. Jij kan die body pakken in de back. Oh ja, nice. Twee in de back, iron bodies. Oké, ik heb snel het chestplate aangedaan. Ik denk even resistance. Oké, de ene heeft waarschijnlijk hunter. Mm-hmm. Ze hebben sowieso kills gemaakt. Nou, beter splashpotten ze niet die potion. Kom op. Wow. Dit moet kunnen. Eén down. Ja, deze lukt op zich wel. Probeer je je bent nog gewoon goed HP. Ja, ik ben full HP. Hoop op je... ik ben gesloten. Als die horse TP'd. Kom op paard. Ja, hij is er. Hij is er ook echt, alsof een soort van taxi is. Toet. Hij komt ophalen. Howdy boys! Zo, die is dood. Oké, liggen creepers, alles, iron bodies. Dat was een Hunter 10, man. Een Hunter 10? Ja, 3 speed potions. Ik heb 2 diamonds.
Oh? Dus, als jij nog even door... ja, ik heb sticks, oké. Ik ga snel damage soort maken. Ja, nee, is Moore dood gegaan of leeft hij... Oh, hij leeft nog. Ik weet het niet allemaal, joh. Ik heb hier een fishing hengel, die heet OP gerold, is sharpness 3, maar dat is juist niet zo boeiend. Nou, ik heb 2 diamonds. Oh. En ik heb nog 3 van deze speedpotjes. Oh, het is weer een 2 tegen 1. Ik moet nog kijk een tanker maken. Kijk gewoon even voor de fun, hè. Kijk gewoon even voor de fun. Hoe snel dit gaat. Vindt hij mooi, hoor? Vindt hij mooi? Gotta go fast as fuck, boy. Rare, jongen. Nu... Maar ik moet de laatste kill pakken zometeen, man. Oké, prima. Ik heb tankkill nodig. Kappen. Ja, is goed. Dan moet ik wel gewoon de eer hebben. Wacht, zal ik een diamond hole maken? Disrespect. Ik ga het gewoon doen, jongen. Dit is respect. Gadverdamme Jasper. Waar ben je? Ik ren gewoon. Oh, je hebt 2 gemaakt. Nee, hier. Oh. En diamond oh, hole. Hier heb je hem. Hallo. Nee, pak hem dan. Pak hem nee, dan. Nee. Dan moet je hem er ook mee killen ook. Okay, nee, okay, gaan we niet doen. We gaan lekker Quakecraft spelen. Oké. Hier, maken we ons even sneller. Ja, maar wat is... Pace. Ja, maar hij heeft zelf ook speed ingenomen. Nou, ik heb er nog één, dus maakt niet uit. Hier oh jee. De ja, maar we gaan gewoon een damage doen, joh. Hit hem een beetje. Oké, ik eet gauw appel, want dat heb ik absoluut nodig in deze fight. Hoeveel attack damage heeft dit ding? Oh, het staat niet eens bij. Dit is gewoon een hand. Oké, echt waar? Is gewoon een hand? Ja, het is gewoon een hand. Oh shit, ik heb te vroeg ingespand. Of niet? Nou. Nee, hij is... Ja, nee. Je plaatst deze er even bij voor hem. Oh ja, die ga je creepers killen. Oké, dan houden we. Ik doe mijn best. Pak hem. Waar is die? Op je. Waar is die? Oh, hier. Hier. Ja, ik ga gewoon zwaard pakken voor deze shit. Ja, prima. Oké, GG. Je bent er low ook. Oh. Ja, dat is er niet voor niks. GG, mensen, 3 kills, een talent kill. Wederom een win. 939 coins. En mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer in de map Egypt. Kijken natuurlijk of wij hier gewoon een clean score kunnen halen. En 3 wins kunnen binnenslepen. Ik ga wederom met de Meatmaster kit. Als het goed is gaat Jappie. Met de IJsmannen kit. Nieuwman fluisteraar. Ik zag je nog even omhoog kijken, zo van... Oh. Let's do this. Oké, ik heb een body erbij. Oké, nice. Oké, let's go. Oké, ik ren gewoon achter jou aan. Ja, het is hou op mij te slaan, mensen. Voor mij is dat gezet of zoiets. Hij heeft geen wapen. Dan is iemand anders. Oh, ik krijg hier een free kill. Bro, shout-out naar jou voor de free taunt kill. Dank u wel. In je rug komt het aapkanaal fan. Oh, hallo het aapkanaal fan. Hallo. Oh, hier, oh. Ja, 2 mensjes. Er komt ook er nog een derde aan. Ik weet niet of het is. Ja, dit is niet verstandig om te doen, dus we gaan even rennen. Nope. Ain't got no time for that shit. Gotta go fast. Precies. Nee, dit is wel vervelend, maar maakt niet uit, joh. We rennen gewoon door. Gaan we ze gewoon lekker uitkritten. Ja, maar we doen eerst nog even licht aan of de mensen bij zijn voor kunnen kit sweat. Ja, komt wel goed. Pop the molly, I'm sweating. Oké. Nou, hoe lang? Oh, 5 seconden. Komt goed. 4 hoor. Oké. Gaan we dan. 3, 2, 1. Pam 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 pam. Zo. Enjoy. Oké, er komt iemand aan. Mag ik een chestplate van je? Ja, of ik een chestplate in ieder geval? Oh, hier op de grond. Mag ik eten van je? Want je hebt eten niet afgelegd. Oké. Oké, let's do this. Dat is een R18 zie ik. Ja, dat is heel leuk. En iron chestplate. Oké, nice. Oh, ze splitten. Dat is niet het slimste wat je kan doen. Ik zet gaat op mij. Ja, deze keer had de hielbotten gebruikt. Oh, ik ben dood. Echt? Dat ging heel snel. Ja, ik heb geen leggings natuurlijk. Dat ging echt heel snel. Oef, ik heb hem. Oké, nice. Oké, nou moet ik het alleen doen met deze fucking snowman kit. Je hebt 2 iron sources. Waarom kan ik niet eten? Wat is er voor joke? Oh, nu mag ik eten. Je hebt 2 iron sources. Je zou een clean kunnen maken en kunnen enchanten. Ja, moet eerst even... Ik weet niet of je het al hebt. Er ligt ook nog een iron chestplate voor je. Moet ik nog even oppakken. Maar eerst even dit samenvoegen. Zo. Dan mijn spinnetjes hier zetten. Snow webbies daar. Iron body waar. No webbies, ja hier, laat maar zeggen, verder doorlopen. Ja, hier zie je dat is wel een iron chestplate. Ah. Ik heb ook nog een golden. Dus. Ah. Voor nu, je bent nog 70, dus niemand in de buurt of zo. Haha, look at that! Ik heb niet eens een level. Niet. je zou een spin kunnen killen. Als je nog net een klein beetje tot een level moet. Nee, ik moet nog fucking veel, maar goed. Nu moet ik nog een halve. Ga ik geven sneeuwman XP? Nee. Die zijn het niet waard om ze te killen. Nu moet ik echt nog een eenie-mini-mini. In je rug komt iemand. Oi. Oh, wat neemt hij in? Hij drinkt resistance. Dat is kut voor je, dat is nou je resistance potten verpest. Mm-hmm. heb je al een level of nog niet? Nee, man. Oké, heb je nog spiders of niet? Nope. Ja, maar vaak ik... misschien. Of ik zal kijk gewoon om je heen. Oké. Je hebt gewoon genoeg tijd om te enchanten. Oké, en we hebben Sharpiness. Je rug, of komt eraan. Niet in je rug, voor je. Nee, ik zag hem. Hij gaat nu ook enchant, dus... Fuck.
Wat heeft hij speed ingenomen of zo? Ja, hij doet nog speed. Ik denk het wel. Twee dus... koppers plaat in de damage? Hij drinkt weer speed. Oh nee, kom op. Komt hij niet? Kom. Waar zit hij? Nee. Ik probeer snel iets snowman, ja. Oké. Hij houdt hem weg. Nog eentje. Eentje voor je. Ja, zat. Nu gewoon wegrennen. Oké, ze gaan nu vechten. Ze zijn nu aan het 2v1 met die kerel. Ik ben fucking low, hè? Ja, ik ben echt fucking low. Ik bedoel, hoe lang duurt het nog? Oké. Okay. Ah, nee. Ongeveer half AP, denk ik. Maar ze hebben je snowman niet gekild. Dus je hebt alsnog gewoon 4 in deathmatch. Ja, maar die gaan zo meteen wel one-hitted worden. Ja, klopt. Maar als je ziet, je moet een beetje zorgen dat ze met elkaar gaan vechten. Dan moet jij cleanen. Ja, ik doe mijn best. Je kan de andere snowman kan je nu gewoon nog spawnen. Ik zou een beetje weglopen. Ja, inderdaad. Dat is naar je toe tp'en. Ja, voor nu. Op zich kan je gewoon een beetje blijven staan. Zodat die snowman zich gewoon defenden als het ware. Ze gaan nu vechten. Oké. Okay. Je kan er nu in gaan. Go. Ja, ik doe mijn best. Oh mijn god. Die snowman die had nog bijna hem gekild. Bijna in die void gegooid, weet je wel. Ja. Wacht even. Die andere komt nu ook in je rug. Oké. Je snowman houdt hem gewoon weg. Ja, go. Kom op, man. Ja, dit moet lukken. Kom op. Nee, joh. Oh, zonde. Ja, ik kon niet meer bij hem in de buurt. Ah, jammer. Damn it. We hebben wel 2 keer gewonnen. Een leuke ervaring met de snowman kit, denk ik. Ik denk dat we het even vaker moeten gaan doen. Voor nu, mensen, bedanken wij jullie enorm voor het kijken naar deze video. Mocht het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. Jasper Schans beneden in de beschrijving. Abonneer ook eventjes op hem. En mensen, tot de volgende keer.